Hallo allemaal, dit is Peter van Stokhof en vandaag test ik de Riverside van Strymon, op vele verzoek overigens. Ik gebruik een Stratocaster, een single coil gitaar, een clean amp en een Strymon flint voor een klein beetje reverb. Dit is hoe mijn gitaar klinkt zonder dat ik de Riverside aangezet heb. Ik heb de Riverside nu zo ingesteld dat hij heel erg clean staat, weinig drive. De rest heb ik gewoon op 12 uur staan, bas, mids en hoog. Ook staan er twee schakelaartjes op, een gain schakelaar en een push schakelaar. De gain schakelaar heb ik op low staan, wat betekent laag in het gain, dus weinig gain. De push schakelaar heb ik op norm staan, die kan ik nog switchen naar mid. En als ik hem naar mid zet, dan voegt hij dus extra mids toe, maar daarnaast ook al wat gain. Dus dit is eigenlijk de meest clean setting voor deze gitaar. En dit is hoe die dan klinkt. Zo klinkt Riverside dus echt als een soort van clean boost. En wat hij ook kan, er zit ook een favorite knop op, waarop je je favoriete settings kan opslaan. En op ieder moment weer terug naartoe kan gaan. Ik heb besloten dat dit mijn favoriete setting is. Dus die ga ik opslaan. Ik hou de favorite knop een tijdje ingedrukt. En dan heeft hij hem opgeslagen. Ik zet hem nu weer uit. Want ik ga nu andere dingen proberen. Ik ga hem nu proberen met wat meer gain. Dat ga ik niet doen door de drive omhoog te gooien. Maar ik ga alleen die schakelaartje omzetten. Ik ga de gain knop op high zetten. En de push knop ga ik op mid zetten. En dat verandert al een hele hoop. Dit geeft al veel meer drive. En dan heb ik de drive knop nog niet eens omhoog gegooid. Dat kan je nog ook nog doen. Dat ga ik nu ook doen. Maar dat geeft al aan hoe veelzijdig dit pedaal is. Hoeveel je eruit kan halen. Je kan hem eigenlijk gebruiken als een clean boost die bijna niks toevoegt. En je kan hem echt gebruiken als high gain pedaal. Dus super veelzijdig. Tot slot, ik wil nu weer terug naar mijn favoriete setting, dus weer terug naar die clean boost. En dat gaat ook, ik laat de settings gewoon zo staan, de instellingen. Ik klik op favorite en ik ben weer terug. Bedankt voor het kijken. Vond je dit nou een leuke video en zou je meer van die te gekke video's willen zien? Klik dan hier voor meer van die video's. En klik hier om je te abonneren op het kanaal van Stokhof Muziek. Dankjewel!